Latin dog park. En we gaan naar de, in deze roemruchte provincie, windturbines van dichtbij bekijken. We hebben hier een windmolen informatiecentrum. 80 jaar geleden, dijk gesloten, kwam het hier droog te liggen, kwamen boerderijen op te staan. Mijn opa, geboren in Brabant, had gehoord van de Noordoostpool, is vertrokken als pionier naar het gebied hier. Wat willen jullie laten zien? Hoe harder je fiets normaal gesproken, hoe harder het hier in je blaast? Altijd tegenwind in de polder. Je kan de wind voelen bovenin, windkracht 2, windkracht 6. Houden windmolens en visserij zich eigenlijk tot elkaar? Hoe werken windenergie en de omgeving samen? Je bent visser, je bent erbij opgegroeid. Het vertrouwen in de mensheid dat de natuur zich ook aanpast aan ons, dat is veel te klein. Want we hebben gezien in Egmond, daar wonen de kabeljauw, wonen in het windpark. Vissers hebben effect op de Noordzee natuur, maar de windmolens ook. Dus daar moeten we allebei iets mee. Dus ik denk dat die gesprekken onderling zeker nodig zijn. Daar staat de tandwielbak. Schrik niet, die weegt ook gewoon een dikke 80 ton. Een rode blad, schrik niet, 23 ton per stuk. Eén windturbine is gewoon gigantisch. We zijn er met een bus naartoe gereden en de bus kon er makkelijk in. Vanuit verschillende perspectieven mensen bezig met die energietransitie. Wat ik vooral het mooie vind is dat de passie er zo van afstraalt bij iedereen die in deze sector werkt. Ja, ik ben super positief over de toekomst voor windenergie. Ik denk dat dat het echt is wat we nodig hebben om Nederland en de wereld te verduurzamen. Nou ja, zonder ecologie geen energie.